kunnen in de zorg kijken naar DNA-fouten, dus naar erfelijke vormen van de ziekte van Parkinson. En dat bespreken we vooral wanneer iemand op een relatief jonge leeftijd begint, dus onder de 45 jaar, of als iemand in de familie dichtbij, dus ouders, broers, zus of kinderen, heeft met ook Parkinson. Dus dat er een Parkinson in de familie lijkt te zijn. Voordat we overgaan tot het daadwerkelijk kijken naar die DNA-fouten, verwijzen we mensen naar de klinisch geneticus. Dat is de specialist op het gebied van erfelijkheid. Omdat we graag willen dat er goede voorlichting plaatsvindt voordat zo'n test plaatsvindt. Dus de patiënt moet daar heel bewust ja of nee op zeggen. En dus de reden dat we willen dat mensen goed voorgelicht zijn voordat ze besluiten, ik wil wel of geen DNA-onderzoek, is dat er een aantal moeilijkheden zijn gekoppeld aan het DNA-onderzoek voor erfelijke vormen van Parkinson. En er zijn twee belangrijke moeilijkheden, denk ik. Het ene is, stel dat er een erfelijke fout gevonden wordt. Nou, dat betekent dat je dat misschien kunt doorgeven, ook aan kinderen. Maar het bijzondere hier is dat je soms die erfelijke fout kunt doorgeven, maar dat kinderen desondanks niet per se Parkinson hoeven te krijgen. Dus het kan zo zijn dat je je erfelijke fout bij je hebt zonder ooit Parkinson te ontwikkelen. En dat maakt erfelijke vormen van Parkinson wel echt anders dan een aantal andere erfelijke aandoeningen. En de tweede moeilijkheid is dat we soms ook veranderingen vinden in het DNA, waarvan we gewoon nog niet weten wat het precies betekent. Of dat nou wel of niet echt een fout is die de oorzaak is voor de Parkinson bij de patiënt bij wie je het test hebt ingezet. En dat geeft ook onzekerheid bij sommige patiënten. Nou, en die voorlichting over waarom wil je het weten, dit zijn de mogelijke uitkomsten, hoe ga je daarmee om? Dat gesprek vindt plaats voordat de test gedaan wordt. Dus dat maakt ook dat je hier van tevoren goed over moet spreken. Wat zijn de verschillende uitkomsten van zo'n DNA-onderzoek en wat zijn de mogelijke gevolgen, maar ook nog steeds onzekerheden bij het vaststellen van zo'n erfelijke fout. Voor het DNA-onderzoek wordt er bloed geprikt en dan kijken we, wordt er DNA gehaald uit de witte bloedcellen en in dat DNA kunnen we met één test kijken naar alle Parkinson-genen in één keer. Dus dat stelt technisch weinig voor, je moet het vooral heel zorgvuldig aanvliegen. De keuze heel bewust, ja of nee, voor zo'n test.